Yo, kijkers van Watcher, welkom bij een nieuwe aflevering van The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja mensen, we gaan vandaag wel lekker bezig met het spelletje, want in de vorige aflevering hebben wij een baas verslagen en nu moeten wij verder. We gaan met de beers praten van dit kasteel. Hallo. Ja, nu wel lief doen hè. Nu ik jullie heb geholpen, nu gaan jullie heel lief doen. Dat dacht ik al. Maar ja, we hebben een nieuw item erbij, zoals jullie hier kunnen zien. Dat is Mipha's Grace, a restorative power born from the spirit of the champion Mipha. When your hearts runs out, you'll automatically be resurrected with full health plus temporary bonus hearts. What? Jongen, weet je hoe fucking OP dat item is, jongen? Dat is gewoon een fucking item, een Guardian Angel van de League of Legends game. Als je die nog niet kent. Maar we gaan hier even naar de top, man. We gaan even kijken wat die dikke fan daar op zijn troon tegen mij te zeggen heeft met de prins. Hallo. Oké, eens even zien of die wat spectaculairs gaat zeggen. En wow, er zijn heel veel mensen. Link, you did well to survive your trial. I've been awaiting your return. The violent the power that has disappeared, that has the threat to Sorin's domain. It is all little more than a bad dream now. Thanks to your efforts, there is no longer any danger of great flood laying waste to Hyrule. You appeased the divine beast Varuta and justly saved Sora's domain. Hey, goed gedaan. We are all truly grateful. What you did for us is more than we could have ever expected of you. Link, I must sincerely apologize for my harsh treatment of you. That whole time you were thinking of Hyrule and what, just like the rest of us. Hey, kijk. All of us members of Council humbly fold our fins back in gratitude, along with the rest of our people. Perhaps the older generation of Zora, myself included, misunderstood Helions after all. It would seem so. That's it. I will be overjoyed if you could find it in your heart to forgive me. If not now, then perhaps one day. Oh, wie weet, wie weet. Link, I must reward your efforts. Then now I implore you to collect the treasure inside the chest over there. It was cherished by Mipha. In a memento of sort, I would like you to have it as a token of our friendship. Please take care of it. By the way, Link, your trusty blade, the sword that seals the darkness, did you perhaps lose it when you lost your memory? What sword? What? So you have forgotten that as well. This is a legendary blade that only you, the Helion champion, can wield. It is no doubt resting somewhere in Hyrule, even now waiting for its master to return. Link, all of the Sora, thank you for the depths from the depths of our heart for your heroic and selfless work. Oh, and the prince. And you too, Sidon. Nice. As your father, I am proud of you for fighting the Divine Beast alongside Link. You have grown much recently. I know you will be a worthy heir when your time comes. Father, I thank you. The heaven rains have stopped. And the Divine Beast is our ally once again. How glorious. Truly splendid. Wahaha. Link, this is wonderful. Nice. Even kijken wat hij te zeggen heeft. Oh, hij schudt me de hand. Link, thank you so much. Truly, I could never thank you enough. You helped some of our home, save our home from vanishing away. This calls for a top tier expression of gratitude. Zo, ra, ra, ra. With all my heart, thank you. Ah. Oh, yay. En hebben we straks nog een fucking treasure ook, jongens. Dat is wel super sick. Yay. Nicely done. En dit is dus wat we moesten doen. Divine Beast Varuta Complete. Nou, we gaan even kijken. Wat hebben wij hier? Wij hebben hier een Light Scale Trident. Holy shit, dat is gewoon haar wapen van dat wijsje. Oké, nice. Dan gaan we even kijken naar de Adventure Lock. We seek out Impa. Oké, Impa. Master of... Ik weet niet wat dat allemaal is. Maar ja, we find the fairy fountain, the vine beast Varuta. We hebben dat allemaal wel een beetje gedaan, weet je. We moeten even kijken nu naar wat we op de map allemaal hebben gezien. We hebben dit allemaal ontdekt. Hier ten zuiden zou misschien nog iets in een regio kunnen zitten. Maar eigenlijk willen wij nu helemaal de andere kant op. En dat is zeg maar naar dit gebied. En hoe gaan we daar het snelste komen? Wij gaan naar deze shrine travelen. Helemaal naar de andere kant van de wereld dus. Want ja, daar zit dus een misschien nieuw gebied. Nieuwe schatten, dingen die we nog niet willen of nog niet weten. En die we wel graag willen weten. Want ja, wat kan daar zijn? Dat kan een nieuwe ras zijn. Hey! Oh! Kijk, Varuta loopt in de loading bar. Zie je dat? Fucking grappig. The olifant, we got him. The difference between winning and losing a battle often comes down to a strategy.
strategy. With the right tactics, you may be able to defeat an entire group of enemies at once. Wow. Maar ja, we gaan nu ook helemaal aan de andere kant van de wereld weer. Voor mijn gevoel dan. De Kenamut Shrine. Wie kent dit nog? Dat we het zo koud hadden dat we hier... Kijk, ik kan al zien dat we het nou koud hebben. Dus we gaan eventjes onze kleding aanpassen. We doen eventjes onze mooie gear aan. Equip. Oh, wacht even. We moeten die hebben. Equip. En laten we die even equippen. Zo. Nu hebben we het warm. En we moeten dus naar het nieuwe gebied. Kijk, daar is dus Ganon. Daar willen we niet naartoe. Misschien moeten we ten noorden daarvan een keer naartoe. En Varuta's... Kan je erachter zien dat hij net zijn straal die kant op eigent. Maar ja, we moeten even kijken wat we hier hebben. Want hier zit ook een heel gebied. Daar zit een toren. Ik denk dat wij eens naar die shrine daarachter moeten gaan. Of kijk, we kunnen zelfs hier daar naartoe. Naar die goblin base. Laten we daar eens even checken. Oh, wat zit hier? Er zit een tovenaar volgens mij. Nou, we gaan even kijken. En glide. En glide. Oh, dit was trouwens niet zo slim. Want dit is een electrical... Oh, what the hell? What the fuck loopt erachter? Oh, oh nee. Jump. Jump. What the fuck, waar komen die beesten vandaan? Oké, we moeten toch maar deze kant denk ik op. We gaan even een stukje rennen. We gaan even kijken wat... Hé, daarachter zit sowieso een treasure. Dus we're going off. Wow, een nieuw gebied. Een nieuwe ervaring erbij. Oké. Leuk. Dit wordt heel gezellig. Nou, we pakken onze wapens en we gaan eerst eventjes nu onze armor even volledig fixen. Dus we moeten deze hebben. En laten we even kijken naar wat voor wapens we hebben. Want we kunnen volgens mij wel beginnen met... Nou, laten we eerst deze opmaken, zo. Onze speer. Ik heb al echt al een tijd niet meer gespeeld trouwens. Dus ik had ook echt gewoon even weer zin om te spelen trouwens. Dus laten we even ons... Oké, het was weer vierkantje. Ja, je gaat weg jongen. Bam. Dat is één. Dan hebben we hier weer een wapen, volgens mij. Oh nee, die kunnen we niet meer pakken, want we hebben nog die trident. Ja, jij daar. Jij daar. Hé, ga weg. En... Hey. Kom maar op, jongen. Bam. Nou, die is neer. Dan kunnen wij... Oh, shit. Laten we die even doen. Hé, kom maar. Boom! Nice. En dan kunnen we die even checken, trouwens. Kunnen we deze kapot maken? Ja, dan moeten we zo overlopen. En boe. En... Oh, shit. Hey, komt er nog één? Hey, dit is niet de bedoeling. Kijk, onze Guardian Spear is nu alweer kapot. En we hebben een Palm Fruit. Oh, nice. Die hebben we trouwens volgens mij straks wel nodig. Wat is hier aan de top? Oh, er ligt hier een wapen. Er ligt hier één fucking grappig wapen. Een spiked. Nice. En wat zit hierin? Hey, Ice Arrows. Die hadden we nog weer nodig. Een spiked poke. Oh, wacht. Doen we die even zo. Boom. What do we... Hey, palm fruits. Nice, die hadden we nog niet. Nou, we gaan nu naar de volgende tempel. En zoals jullie kunnen zien, het waait er een beetje hard. Dus misschien dat we daar een beetje last van gaan krijgen. En onze objective voor deze aflevering is om te kijken of we naar die toren kunnen komen. En volgens mij moeten we daar best wel nog een heel deel voor gaan onderzoeken. Kijk, er zitten hier wolven. Oké, ja, ze gaan mij denk ik aanvallen, dacht ik al. Oh nee. We krijgen wel veel vlees uit, zeg. Oh, wat is dit? Oh, een veetje. Oh, die had ik willen hebben. Oh, hier, daar zit een beest. Die gaan we even doen. Jongens, oké, zijn we er klaar voor. We gaan sneaken. Zo, even hierachter. Oké, nu hebben we onze pijlen... Oh, nee, dat kunnen we beter niet doen. Pijlen. Normaal... Oh, we hebben nog maar 9 pijlen, gek. Oké, nou die gaan we er even weer bij halen. Even kijken of we hem kunnen pakken. Hé, hey, dat is één neer. Dat is toch echt een lucky shot geweest. Die is ook neer. En... Dan gaan we gewoon hier naartoe. We gaan gewoon even die goblins gewoon allemaal doodmaken. Deze zijn volgens mij trouwens niet zo heel sterk. Want ze zien er niet naar uit dat ze echt veel sterke spullen hebben. Zo. En... Tada. Nog 3 over. Wie wil hem... Oh, wacht. Die zijn wel fucking sterk trouwens. Ga weg. Ga weg, ga weg, ga weg, ga weg, ga weg. Zo. Deze zijn fucking sterk. Ja. En toen hadden we even geen wapen. Oh, shit. Nee. Waarom kan ik hier niet vliegen?
Holy shit. Ah, hij heeft zijn vriend in de fik gezet. Wapen, jongens. Nou wordt het echt gevaarlijk. Laten we deze maar doen. Deze ben ik kapot. Oh, hij is al kapot zelfs. Hij deed een flinke klap. Deze dan? Van het vorige vecht. Oh, fuck. Oh. Oh, nice. Oh, die gast. Deze is fucking sterk trouwens. We kunnen hem pakken. Ga maar weg met je steen, jongen. We pakken gewoon alle wapens. Een Dragonbone Moblin Club. Die is gewoon van een draak. Holy shit. We got some dragon weapons, bro. Nice. Zo, wat hebben we hier? We hebben er weer wat leuke spulletjes uitgekregen, zoals deze. Die kunnen we dan weer gebruiken voor het enchanten van onze gear. Kijk die. Je moet ze gewoon altijd alle mobs eigenlijk gewoon willen killen. Nieuwe wapens vinden is alleen maar fijn. Nou, die kunnen we niet meer pakken. Maar we kunnen hier wel naar boven. Dus we gaan even kijken wat hierin zit. Hopelijk een paar leuke pijltjes voor ons. Oh, een night shield. Maar ons inventory zit vol. Oké. Dus dan moeten we even zien te fixen dat we een schild kunnen droppen. Zoals deze. En dan doen we hem gewoon weer open en dan krijgen we weer een mooi night shield. Ja, we got hem. Oh, deze is wel super chill trouwens. Mooi. Dan hebben we dit gedaan en dan moeten we naar boven. Ja. Oh, er gaat hier een heel pad langs. En volgens mij is dat om vallende stenen naar beneden tegen te houden of zo. Lijkt het op. We klimmen hier even tegen de wand op, want ja, we hebben er ervaring mee met klimmen. We hebben nou ook best wel wat. Kijk. En hoppakee. Waar zat nou die tempel? Die zat hier toch? Ja, hier om de hoek. Ja, ja, onze eerste tempel in dit nieuwe gebied. De Yi Null Shrine. Wauw, wat een mooie shrine. Eens even zien wat we hier kunnen vinden. Ja. Zo. Examine. En we skippen gewoon eventjes de cinematic stukjes. When nightfall, skeletal stall monsters will emerge from the ground. Stay vigilant. Vigilant. Okay. Vigilant. Violent ook sowieso. Dat mag ook wel gebeuren. En we zijn beneden. Oké. We moeten volgens mij iets met magnetisme doen. Of, ja, oh. Kunnen we dit doen? Zo. Nee, kut. Die dingen die gaan te hard. Eens even zien. Wat hebben we verder in deze kamer? We hebben hier een deur. Die moet open. En dat kunnen we pas doen als we daar iets voor hebben. Nee. Nou. Activate. Misschien dat we hem wel heel goed moeten timen. Nee. Ah, oh, jammer. Kunnen we dat niet activeren? Nee. En go. Oh, wacht. Werkt het echt niet? Nee, ik haal hem telkens net niet. Nee, ah, fuck. Even kijken. Wat hebben we nog meer trouwens? Misschien dat we een bom moeten gooien. Oh. Ik zou ook maar zomaar kunnen. We kunnen alles proberen. Dit werkt trouwens niet, hè? Nee. Nou, weet je, we gooien hem gewoon hier neer. Zo, werkt dat? Nee, dat werkt ook niet. Huh? Hoe weet deze kamer nou? Ik ben echt slecht in dit puzzelstond, man. Je zou toch denken dat er iets Captain Obvious in zit, of niet? We gaan even kijken, weer. Nee, we moeten hem kunnen raken, trouwens. Ik ga het nog één keer proberen. Zo. Nee, hij wil gewoon niet. Hij wil gewoon niet in dit. Misschien dit. Hij moet op de een of andere manier weg kunnen blazen. Nee, dat kan ook niet. Nee, onze boog is gebroken. Nou, we hebben nog deze. Deze fucking goede boog. Ik weet überhaupt niet of dit werkt. Oh, ja, dit werkt. Zo moet het dus. We moeten klaarstaan om te schieten. En dat is nu. Oh, hij moet eerder af. Oké, kom. Kom. Ja. Oh. Wow. We did it. Met de timing, jongen. Oh, shit. nice. Misschien dat het ook wel met een leaf had gekund, trouwens. Maar ik vond het wel heel nice. lachen. Lijp. Oh. Nou wordt het leuk. Oh, nee. Waarom heb ik ook geen pijlen meer? Ik heb ook... Nee. Fuck off. Wie die nigger?
Waarom kunnen ze schieten? Dit is trouwens echt gewoon niet chill. En kunnen ze überhaupt daar wel raken? Dus hebben we niet zo stoer, man. Dan moet ik bewegen en moet ik op die bal kunnen schieten. Zo, weg. Oh, fuck. Oh, hij doet me een half hatje. Oké. Oké. Leuk. Hij gaat er dus nou wel heel zacht. Zachtjes, zie je dat? Maar kom erop met die bal. Ah, fuck. Come on. Ja, mis. De bal. En... ja! Oh, wat een trickshot, people! We did it. Oh, nice. Hey, oh, hopelijk is dit de laatste kamer, want ik heb nog geen normale pijlen meer, trouwens. Oké, hallo? Oké. Kunnen we hem pakken? Kunnen we hem oppakken. Nice. Oh. Hoe de fuck gaan we dit doen? Oh, zo. Oké. We need a stone. Oh, wat een kist. Houdt hij dat tegen? Denk het niet. Oké, steen. Steen. Dankjewel, steen. Oh, fijn. Hoe moeten we dit nou doen dan? Hoe de fuck moeten we dit nou doen? Oh, fijn. Wacht. Ik kan hem gooien, toch? Ja. Oh, nee. Ja, dit is echt trouwens echt heel vreemd. Hoe de fuck gaan we dit doen? Oké, wat nou als we nou deze even hier neerzetten? Wat waarschijnlijk wel kan. En dat we iets gaan doen om dat ding te blokkeren. Werkt trouwens dit? Oh, we kunnen deze stilzetten en we kunnen die stilzetten. Oh, ja, ik weet wat we gaan doen. We gaan die doen. Alsjeblieft, niet weggaan. Oké, dan moeten we wachten. Hij staat eraan. Kom op, steen. Wees een vriend, alsjeblieft. Ik ben bang dat we die kleine... oh, we did it. Oh, wat een geluk hebben we hier. Nice, oké, nu gaan we hem gooien. Bam. En erin. Nice. Oh, hopelijk is dit het laatste. Ik ga het niet nog een keer proberen. Ja! Hey, kamer. Een kamer. Kijk. Oh, wat leuk. Zo, examen. We gaan eens even kijken wat er in deze kamer zit. Of wij weer een nieuwe orb kunnen krijgen. Want volgens mij hebben we geen hartjes meer. Oké, even skippen dit. Dankjewel. We kennen dit verhaal al wel nu en we hebben een nieuwe orb. Dat maakt al 5, dus dan kunnen we alweer iets gaan upgraden. Dat is wel super tof, denk ik, allemaal met al en al. Ja. Oké, dankjewel. Even skippen. Hey, onze hartjes zijn erbij. Dankjewel. May the god smile upon you. Dat doet hij, denk ik wel. Varuta. Yeah. Nice. We kunnen voor de volgende keer, denk ik, maar beter onze stamina balk gaan verbeteren. Want ja, als we die dus omhoog halen, kunnen we steeds verder klimmen. Kunnen we verder vliegen, wat ook heel belangrijk is. Maar goed, we hebben deze gedaan, dus we kunnen hier sowieso naartoe teleporteren. Maar we moeten nou helemaal naar boven. En hoe gaan we naar boven komen? Dat is dan even de vraag. Ik zie dat we daar op de berg kunnen komen. Vanaf dat we hier naar de overkant gaan. Want hier zit een of andere gare boom. What the fuck? Laten we eens even bij die boom gaan kijken. Er zit vast iets mystieks. Wat we best wel graag willen weten. Hey, daar zit hier iemand. Hallo. You there. You can avoid us forever. Will you join the Giga clan? I'll pass. What you're refusing? Then this is your choice on the two. I will take your life. Oké, kom maar op. Ik ben goed in jullie killen, man. Fucking Giga clan. Bam. Oké. Clashman. Ik heb je wapen volgens mij. Oh, shit. En hij is neer. Yay, we kunnen niet meer wapens. Oh, bananas. Bananas. Oh my god. Maar goed, dit was dus een secret. Kunnen we hier de boom inkomen? We gaan eens even kijken hoe deze boom eruit ziet. Daar is de toren trouwens. Die toren moeten we wel gaan halen. Maar ik weet niet of we daar in 10 minuten gaan komen trouwens. Nou, we gaan in ieder geval even naar de top van de boom. Want dat kan gewoon.
Oké, hier is helemaal niks. Oké, dat was dus helemaal voor niks. Oké, ik vlieg weer hier naar boven. Zo. En voilà. Nou, dan zijn we hier op de berg. En daar kunnen we de oversteek maken aan de overkant. En daar, dat is ook wat we een beetje willen doen deze aflevering. Ja. In dit mysterieuze gebied vol nietszeggend iets. Volgens mij is het ook trouwens. Nee, dit is helemaal, dit valt buiten het gebied. Let me out. Oké, en jump, en jump, en jump. Oh nee, wat doe ik? Ik moet even resten. Dit was net iets te veel, denk ik. Ja. Even klimmen voorzichtig. Ja, goed zo. Goed zo, Link. Je bent ook zo'n goede knul, hè. Zo. En nog een keer. En nog een keer. En nu zijn we er wel. Nou, dan moeten we hier naar boven. We zitten nu weer officieel in de map. Even kijken of we dit gaan lukken. Misschien dat het beste... Hé, wat is dat? Dat is een takkie. Of een bloemie. We gaan eruit van dat het een bloemie is. Oké, dit is wel een stukje steiler. Dus hier moeten we even rustig naar boven gaan klimmen. Als dat lukt. Ja, komt ie maar. Ja. Oké, ik denk dat het ons net gaat lukken, hoop ik. En zo niet, dan hebben we echt een probleem. Ja, wacht. Dit kan al anders trouwens heel kut gaan worden. Maar het kan ook dat we het net redden. Ik had niet moeten jumpen daar, man. Ik ben echt bang dat we het net niet gaan redden. Ja, 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 ja. Oh, wat een geluk hebben we hier gehad trouwens. Oh, wat nice. Oh. Gelukkig maar. Hé, hey, daarachter staat ook weer een steen. En het is hier een beetje fel zo in de sky. The beautiful is diamonds in the sky. Oké, hier kunnen we denk ik wel oplopen of opkomen. Dus dan gaan we eens even proberen te doen. Kijk, daar is die mooie tempel die we gecleared hebben. En wat hebben we hier? Hier hebben we helemaal niks. Dit is een of ander... Nou, plekje. Hey, volgens mij hebben we hier iets. Ja, ik wist het gewoon, hè, dat hier wat zat. Ja, you found me. Een nieuwe koroxid. Nice. Bye-bye. Throw. Oké, naar boven. Gaat het ons lukken om daarop te komen? Dat ziet u in de volgende aflevering van Link. In de bergbeklimseries van The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ik denk toch wel dat we hier op kunnen komen. Of dat we gewoon vanaf die steen dan op dat plateau kunnen staan. En dat we vanaf hier dan gewoon de route gaan volgen. Naar de top. Oké. Ja, zo. Hey. Hey. Zullen we gewoon dit pad volgen? Misschien dat we er dan wel... Oh, wacht. Dat is wel heel vreemd. Nee, we kunnen hier beter... Oh, daar groeien paddenstoelen. Daar is een tovenaar. Daar moeten we eigenlijk wel naartoe. Weet je, we gaan er gewoon voor. Zo. Nou, dit stukje kunnen we al klimmen. Dit stukje gaat ons sowieso lukken. Want daar is die toren. We zijn zo dichtbij, hè. Als we straks door die mage worden gekild, dan word ik echt heel boos. Ja, daar is die tovenaar. Ik weet niet of... Ja, hier. Kunnen we onze kracht weer regenen? Oeh, ja, de top is dichtbij, jongens. De top is dichtbij. Waarom is er niet een gewoon normaal pad, of zo? Oh, daar zit de grote base. Oké, we kunnen wel zo naar boven klimmen. Oké, er loopt hier een tovenaar. En daar is die toren. Hoe de fuck gaan we hier naar boven komen? Zullen we maar gewoon wat doen? Kan wel. Zo. Even langs die tovenaar lopen. Die heeft ons toch niet door. Oké, maar hij heeft ons gewoon niet door. Haha, sukkel. Oké, hier loopt het wat minder stijl. Hier zullen we gewoon naar boven moeten kunnen klimmen. Daar zit wel een beetje... Oh. Wat de fuck was dat? Ik dacht dat er een of andere raar monster naar ons toe kwam. Oké, hier kunnen we naar boven. Daar is de toren. We zijn heel dichtbij nu. Oké. Zo. Zo de berg op, toch? Hé, wat is dat? Dat is een paddenstoel. Bergpaddenstoelen. Iron shrooms zijn er toevallig. Een zap shroom. Oh, dus we zitten ook weer met elektriciteit. En hier groeit nog weer wat. Of niet? Nee. Oké. Een wolf. En dan moeten we nog steeds daarop zien te komen. Maar hoe gaan we daar komen?
Nou, we lopen gewoon over het plateau heen. Holy shit, moet je kijken. Daar waren we en we zijn nu hier. Nice. Maar we weten nog steeds niet waar we zijn, eigenlijk. Wat voor gebied het is. Het lijkt me een gebied toch voor de Gorons. Oh. Ik hoop niet dat ik denk dat het is. Hé, hey, daarachter is iemand. Oh, een veetje. Gaan we die gaan we pakken, die gaan we pakken. Dat veetje gaan we pakken, jongens. Die hebben we nodig, namelijk. Oké. Okay. Wat? Oh, we kunnen hem niet pakken. Kutzooi. En hier is wat. Ik weet niet precies. Laten we eerst even hier even gaan checken. Search an ancient screw. Want die hebben we ook nodig. Voor ons nieuwe setje gear. Kunnen we niet gewoon hier een makkelijke manier vinden om naar de top te gaan? Want wat is dit voor steen trouwens? Het ziet er heel vreemd uit. Volgens mij moet die hierin trouwens. Die steen. Kunnen we die rollen daarin? Ik denk het wel. Moeten we even kijken of dat lukt. Oké. Okay. Nee, niet daarin. Niet daarin. Hij moet sowieso in die kuil. Hij moet in die kuil. Nee. Dit spul loopt ook altijd zo irritant, hè. Ja, zo. Maar die wind, hè. Ja, kom op. Nee. In die kuil. In die kuil. Hij wil gewoon niet, hè. Hij wil gewoon niet. Oké. Okay. Hij wordt gewoon weggeduwd door de zwaartekracht. En ik word ook weggeduwd. Nou, fuck it. Laat die steen maar dan, hè. Laat hem maar gewoon. We moeten nog steeds hierop zien te komen. En dat moet ons wel lukken, toch? Ja, hier zitten geen... Jullie zijn niet vervelend, toch? Nee, jullie zijn wel goede matties. Een ancient screw. Screw you. Kijk, hey. Spicy peppers. Die kunnen we allemaal gebruiken nu. Dat is wel super chill. En hier hebben we nog iets. Bam, 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 bam. Amber. Kunnen we super goed verkopen. En dan klimmen we gewoon hier naar boven weer. We komen een stukje bij beetje komen dichterbij. En dat is wel heel fijn. Even een paar keer springen. Ja, dan zijn we al hier. Hé. Hey. Oké. Dit wordt lastig. Want deze gasten zijn groot en sterk en hebben electric slimes. Nee. Oké, wacht. We got a bomb. We got a bomb, folks. And we're gonna throw it. What the fuck is dat, bomb? Nu zijn ze geschokt. Maar dat deed niet echt veel damage, trouwens. Huh? Bam! Oh nee. What the fuck heb ik gedaan? Get the fuck out of here. Nee, we moeten er maar langs. Die gasten zijn te sterk. Oh, wacht. We hebben nu de advantage van de hill. We got advantage, fuck. We got advantage. Huh, wat is dat? Ik kan met ze gaan vechten, maar ik ben bang. Dat ze heel sterk zijn. Zo. Boom! Oh shit. Oké. Boom! Ik ga eens proberen te vechten met die. Oh shit. Wapen. Oh shit. Ze doen nog best wel wat damage ook. Oh. Fuck off. Kijk, oh, ze doen niet zo heel veel damage. En dat is één neer. En dan gaan we nu voor nummer 2. Ja, we got him. We got him, bro. We got him. Wapentje erbij. Dankjewel. Mooi. Een yellow chuli. Kijk hoeveel er zijn. Oh, daar ligt gewoon wat ik... Ah, hij heeft gewoon een speer te flikken. Of hij heeft gewoon een schild. Oké, weet je wat we gaan doen? We pakken gewoon dit wapen. Because we got a claymore. Oké. Ah, lol, ik heb hem gevloerd. Oh, deze is fucking sterk trouwens. Nee. Opdonderen, G. Opdonderen. Deze is sterker dan de rest. Oké. Hij heeft ook geen wapen en hij valt van de berg. Mooi. Dat is dit wapen voor mij, dankjewel. Kunnen we hem nog killen?
Ik weet niet of dit werkt. Kom maar, kom. What the fuck? Wat ben je aan het doen? Ah, jongen, echt. Ik ga wel pijlen waste hier aan, man. Ik wil gewoon die gast dood hebben. We doen even die. Fire arrows. Bam. Ga even dood. Dankjewel. Dan gaat de kist open. Dat is wat we willen. Ja. Nice. Kunnen we trouwens niet even een schild dumpen of zo? Ja, deze maar. Drop. Ik vind die het lelijkst. En de Night Shields zijn gewoon het best. Oké, klimmen. En wat hebben we hierin? Pijlen. Pijlen alsjeblieft. Pijlen. Een topaz. Ook goed. Nice. Nou jongens, weet je wat? We gaan de volgende aflevering dit maar doen. Want anders wordt het een beetje een te langdradige aflevering. Hopelijk vond je het leuk. Abonneer natuurlijk op Watchhacker als je meer van The Legend of Zelda wil zien. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En like voor meer. Later.